Word jij daar 22 als je die... Dus die van foto's 83, zie? van 1983. Daar was 22. 20. 20, ja, dat Jij ziet er wel echt jong uit, hè, man. Ja, ja, ze dachten dat... Dat is, ik... dat is ook wel iets zo nu. Dat is, dat is iets dat je, dat je bijna kunt zeggen. Jij hebt een soort uh, agelessness. Ja. Er is iets zo nu waar dat je van voelt. Jij voelt dat misschien zelf uiteraard niet zo aan. morgens is dat anders. Hè. Nee, dat kan ik <laughs> me wel voorstellen. Uh, ik weet exact wat je bedoelt. Maar toch is er zoiets. Bij Peter Panel nu, hè, man. Jij ah. ja, maar... bent zo iemand waar je van denkt. die je blijft een, een hele energieke jonge uitstraling hebben. We... Ook al zette dat misschien niet meer. of voelde dat s ochtends als je opstaat. niet. Thuis, thuis <laughs> ben ik best wel rustig. <laughs> <laughs> en ik probeer ook altijd mijn eigen leeftijd te zetten. maar de eerste mens die mij daarop. op onwaarschijnlijke manier. heeft attent gemaakt. Mm -hmm. dat was in de tijd met Sinterklaas. Um, Jan de Kleer had daar iets mee te maken. Ik maar dus als we die opnames deden van de Dag Sinterklaas. En mijn taak was niet alleen gesprekken hebben met de heilige man. Maar ik moest de heilige man ook uit zijn nest gaan halen morgens. Eh? Mm -hmm. Dat was soms geen zeven. Ja. Dat, dat was soms werkelijk geen zeven. Dat was soms echt dat de buren zeggen: het was laat gisteravond, uh, daar is het trapladderke, En de achterdeur stond open en gaat dan naar zijn slaapkamer en maakte Jan wakker. Dat, <laughs> en dan reken ik die naar de VRT. We moeten naar de Ik zeg, nee, nee, we moeten naar de VRT voor dingen hè, van Sinterklaas en zo. En dan hebben we bijvoorbeeld een redelijk beroemde scène dat Sinterklaas in zijn bad zit, in zijn blote, met zijn mater op met daar een plastic over. Mm. En dat ik dan Sinterklaas aan het wassen ben. Ja, mijn rug, ja, jongen, ja, die, 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 die. Jan de Kleer heeft nooit geweten dat dat opgenomen is. Die, 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 was daar, die, was daar die was er geestelijk niet bij. Maar goed. Dus ik breng Jan de kleren naar huis. Dat kan gebeuren. En ik, onder ik, 1-19, uh, ik, ik, ik wil naft. Ik was toen een jaar of 30, 32 of zo. En ik zeg: Jan, excuseer, ik oh, maar, ik moet even tanken. En ik kom de noten uit en ik dartel, zal ik maar zeggen, hey, naar, 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 naar die benzinepomp. En ik kom terug in de noten en die Jan, die kijkt zo met ogen van: ik, ik, moet, ik moet het zeggen alsof dat hem. Een keer had aangetroffen bij mij of zo. <laughs> Bert, er is het. man. Er is het. gaat niet jongens stap. Maar wel gevaarlijk. Het wordt gevaarlijk. Dus ik was dan 30. <laughs> en, en dus die, die, die zei eigenlijk: het stapje van een twaalfjarige. Ja. Dat zei hem eigenlijk. Overigens bij Dag Sinterklaas, dat was ook het concept. Ik, ik zag er wel 30 jaar uit, maar. In mijn eigen gedachten was ik een kind van zeven jaar die dan vroeg, zich Sinterklaas, heb jij ook al, al lief gehad? En als dan, met medewerking van Jan de Kleer Sinterklaas dan zo streng kijkt, je gaat kapot en je denkt, hoe, hoe, hoe heb ik ik deze vraag ooit durven stellen? <lacht> uh. <lacht> en en dan, dan nog eens zo, Sinterklaas... En die gooide een gehad. <laughs> en op de deur kwam, kwam het dan: hè, van ja, donna zarzuela, maar er is een soldaat meer, meer gaan, gaan lopen. en, 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 en ja, Natuurlijk was dat allemaal geschript door, door de geniale Hugo Matthijsen, maar we live dit. Allee, ja. dat, ook als Sint-Klaas in een zekere toestand was en zo, dan ging die wel eens naar een grimeuze die zei: Hé, die al alles gedaan met een man en, en dat, dat, dat zo. En, en, maar dat was een sfeer van, dat had een sfeer van heiligheid. Dat dat ja. niks van niet toe of zo. Die nee. zouden dan gezegd hebben, wanneer, nu, ja, de graag. Ja. De, die meenden dat ook niet. Die dat ook niet, denk, ja. denk ik. Alleen zeg <laughs> ik. Om de tijdsgeest te snel, te snel af te zenden. Oh. Maar de, de, ja, qua, method, qua method acting, dat, ja. dat kon wel tellen. Ja. Maar, maar hij zei, ja maar pas op, die method acting is ook bij u aan het binnenslijpen bij mij, want als je tankt, zit dan nou ook al een zevenjarig jongenske. Ja. Dus die heeft me erop... Dat het was het eigenlijk waarom dat hem zei, het wordt gevaarlijk. Het wordt gevaarlijk. Ga <laughs> <laughs> je het niet jongens stap? Ga je het niet jongens stap? Het wordt gevaarlijk. <laughs> Maar als je die gehaald uit dat bed, zet je dan ook dezelfde. Kun jij kwaad zijn? Nee, Op dat moment moet je kordaat zijn. Want... Ja, je komt dan door de keuken, ja. als je ziet die en dan, dan probeerden ze van. wat moet ik doen? Ik heb ontbijt bij. Hè? Jan, Jan. Ik heb ontbijt bij. Toen moet ik van kotsen. <laughs> Zo, vrede, vrede. Uh, alles komt goed. <laughs> <smiddel> ik loop soms ook oh. tegen een muur. Ik loop soms ook tegen een muur. Eigenlijk. Oh, wel, dat is wel te goed. Vooral omdat je bij dat ook, je hebt wel een heel goede Jan De Claire imitatie, by the way. Ja, ik, dat is wel redelijk spot on. <laughs> Ja. Ik ken die mensen gewoon. Want ik heb, ik heb die meegemaakt uh, kort op, uh, op, op studio Terlink. En je gaat er schrik van. Hè? Dat was gewoon een vent die je er zat. En ik herinner me nog: dat is het enige dat ik erover kon vertellen. Maar wij zaten er allemaal, we hadden een auditie gedaan. En we mochten meedoen om de week. En het eerste dat hij zei was. Die is er gewoon zeggen: is het. Uh Niveau was angstaanjagend laag. En, lach. nee. <laughs> en was zaten er allemaal zo... N... Fucking hell man, deze is echt verschrikkelijk. Ja, en je geloo... Omdat je dat ook zei, dacht ik... Fuck, dat is Jan de Klerk. Want dat is ook niet niemand, hè. Dat is gewoon wel nee. de grote Jan de Klerk. Ja. Dus voor mij was dat toen even zo van... Oh, fuck. Zo, daar moet ik mij tegen verzetten, zo tegen deze. Dus ik ben dan kwaad geworden. En dat helpt dan klaarblijkelijk, want dan had hij achteraf gezegd... Ga je wordt Ga je de, de karakter Ah ja. Ja, dat vond nee, ik, hem dan tof. Nee, ik ik, ik ja. heb het altijd over mij heen. En onze rolverdeling is gebleven. Allee, als ik mm. Jan de Kleer tegenkom, dan word ik niet zeven jaar. Ik, ik, ik <laughs> krijg die knop niet meer afgezet. Dat gaat niet meer. Zegt hem dan nog altijd: het wordt gevoelig, Bert. <laughs> <laughs> Jan de Kleer kan heel veel zeggen, met heel weinig woorden. Ja. Dat, is, dat is zijn, zijn, fantastische, ja. zijn fantastische kracht.